Nog geen 2 weken geleden was de bank slachtoffer van een kluisjesroof. 4 criminelen kraakten op 11 mei 23 kluisjes op klaarlichte dag. Ondanks dat de daders oog en oog met een medewerkster staan, lukt het ze gewoon de bank uit te lopen. De camerabeelden waren zo slecht dat de politie de daders nooit heeft kunnen pakken. Na al die jaren geeft een van de kluisrovers toe dat hij hier verantwoordelijk voor was. Ik zat gewoon thuis en toen belde een jongen van kom even bij je langs. En die zei ik weet waar we naar binnen kunnen gaan. Ja, dat ging vroeger zo. Dat is onvoorbereid gewoon gereedschap pakken en gewoon nog met nog 2 andere jongens gewoon blind naar binnen. Je gaat niet naar binnen om mensen te bestelen. Je gaat naar binnen dat je denkt die bank heeft toch geld zat. Weet je? Je denkt helemaal niet daaraan. Het is als werk geweest. Ik zie mezelf een beetje als een extreme Pietje Bel XL, zeg maar. Jarenlang ging Okie Durham vrijuit, tot 2002. Hij was geen onbekende in de rechtbank, maar de aanklacht was nooit zo ernstig als nu. De roof van 2 van Gochs. Durham vluchtte naar Spanje, maar werd veroordeeld. Naast de gevangenisstraf van 4,5 jaar moet hij het museum tonnen schadevergoeding betalen, waar hij nog altijd mee bezig is. Veel dingen waar ik over praat, ben ik voor veroordeeld of vrijgesproken. Dus ik heb echt wel mijn straf gehad. Ik zeg altijd maar zo, no gods, no glory, dat is mijn hele leven. Dat bleek inderdaad. Waar het ooit begon met het jatten van autoradio's en met winkeldiefstallen, gaat het al snel naar insluipingen, inbraken en uiteindelijk bankroven. En al die onopgeloste misdrijven geeft hij nu toe. Ik denk dat het soms een opluchting is van iemand, voor iemand dat hij toch weet, oh, dus dat is er gebeurd. Ik denk dat bij justitie heel veel agenten zijn die, als ze het boek lezen, dat ze zich te kleren gaan lachen. En ik doe het zeker niet om justitie in hak te zetten. Ik ben de laatste die hun zal uitdagen. Ik ben heel eerlijk. Ik lieg voor mijn vrijheid, maar ik ben heel eerlijk. Ik lieg nooit. Het is echt waar. En dat vinden ze ons brutaal, want dat zijn ze niet gewend, omdat iedereen liegt de hele dag. En dan denken ze, je weet waar de mens bang voor is toch? De waarheid. Ze schijt in een broek, ze zijn doodsbang. Zou je, als je terugkijkt op alles, het opnieuw doen? Ja. Komt over, wat zullen we zeggen, 20 jaar dan het tweede boek? Of? Er kan een deel 2 komen nog, ja.